Bosselaar TV. Sparta Vitesse. Hebben we wel een beetje zin in, hè, denk ik. Halve finale beker. Goed, man. Ja. Heel erg veel zin in. Voor ons extra persoonlijk tintje zit eraan. Want, even vertellen, wij hebben namelijk afgelopen zomer met 8 man 10 euro gezet op Sparta Winterbeker. Ja. Uitbetaling de man is? 1000 euro. 1000 euro. Ja. Ja. Dus, daar kan je een voetbalreis van maken, denk ik. Dus kom op, jongens. Doe je best. Vriends en Mendes zijn geblesseerd. Ja, zonder Vriends vind ik... Ik weet niet of ik dat zo erg vind op het moment. Mendes, ja, geeft wel wat rust in de ploeg. Wat verwacht je van de wedstrijd? Nou ja, Vrezen die zegt dat die in de krant al dat het niet uitmaakt hoe die wint. Nee. Dus ik denk niet dat Vitesse voor de schoonheidsprijs gaat. Ik denk dat hij heel laf gaat voetballen. Wat is het strijdplan van Sparta, denk je? Wat ik denk? Ik denk heel compact staan en je momenten kiezen om eruit te kunnen. Dat is wel grappig. Ik heb nog even... De Bosstra TV van december teruggekeken, ja. Sparta Vitesse. Ja. En toen zei ik, ja, die Pogba die kan er geen klote van, hè. En Ridder te voet noemde Pogba een aanfluiting op benen of zoiets. Ja. Maar inmiddels is dat wel een beetje gekanteld, hè, het beeld van over Pogba. Ja, iedereen vindt hem nu effectief en dat is hij. Ja. Tot nu toe is hij effectief gebleken. Maar ik vind hem ook best sterk aan de bal en het is een goed aanspeelpunt. En het ziet er wat onconventioneel uit wat hij met zijn voeten doet. Ja. Maar ja, als het werkt. Dus ja, daar hebben we ons tot nu toe een beetje in vergist. De Pol. Ja. Ja. De vraag was, wie haalt de finale? Nou, de uitslag was heel duidelijk, hè? Dat was Rotterdamse publiek, hè? Ja, ja. Ondanks dat je in Rotterdam veel klagers hebt, ruim 80% ziet Sparta de finale halen. Mooi, toch? En bijna 50% denkt dat in de reguliere speeltijd al gebeurt. Ja, dat denk ik ook. Maar penalties, dat vind ik echt niks. Oh, dat is mooi, hoor. Nee, ja, als je wint. Ja. Ja, als je wint, ja. Hey, wie denk jij dat een beslissende rol kan spelen vandaag? Ja, Kuzic, het wordt nu tijd voor zijn goaltje. Ja. Dus ik ben tevreden, maar hij mag er nu 1 of 2 maken. Dan dat is een beslissende rol. Ik denk dat het bepalend wordt is inderdaad of onze spitsen een beetje op scherp staan. Ik denk niet dat we heel veel kansen krijgen. In de beker kan alles gebeuren. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Wat is je voorspelling? Ja, ik had er geen gedaan, maar... 3-1. Voor ons? Ja. Reguliere speeltijd? Ja. Okay. Het interesseert me niet of het realistisch is. Ik dat denk wordt gewoon... 4-2 in de verlenging. In de verlenging pas, oké. Okay. Ja. Nou, mooi. En hoeveel is het dan na 90 minuten bij jou? 2-2. Ja, dan wordt het een thriller, ja. Ja. Maar 5-4 staat ik ook niet uit. Ja. Hey, prettige wedstrijd. Hoi. Geen 1000 euro. Wil je dat ik hier iets over zeg, verdomme? Ja, ik denk verkocht. Ja. Hè? Ja. De arbitrage, dat kan toch niet? Volgens mij hebben we 2 keer een zuivere handsbal in de 16 gehad. Absoluut. Eerste en de tweede helft. Ja. Dus ja, er zal wel een flinke check uit Rusland komen, denk ik dan, hè? Ik denk het ook, ja. Ja, die Van Boekel, die is echt, dat is geen zuivere koffie. Dus los van die Van Boekel, de grensrechter die hier aan deze kant stond. Die man die heeft helemaal niks gezien. Snap het ook niks van. Hij heeft helemaal niks gezien. Bij het spel zag hij niet, maar voor wie de uitbal was, dat was ook een gok. Ja. Dat is een soort roulette van, nou ja, het kan alle kanten opvallen, maar goed. Verschrikkelijk. Maar het kost ons 1000 euro, Michiel. Ja, ja, zo kun je het ook zien. Nou goed, wat moet je ervan zeggen? Kijk, nou, dit is... Ja. Hey, kijk, en je heel erg zware tering in hebt, dat moet je ervan zeggen. Ja, nou, dat heb ik zeker, ja. We kijken vooruit naar zondag tegen Feyenoord. Staan we er dan goed op of niet? Ja, in ieder geval beter. Ik vond sinds zijn terugkeer, dit was Sanusi was wel weer helemaal terug. Die verloor geen heel weinig. Nee, dat ging goed, Sanusi. Zat er heel goed op. Ja. Hij moet over Sparta gaan, ik heb een zware tering in. Ja. Maar ja, wie kan er nou zeggen dat we niet gevochten hebben voor wat we waard waren? Dat is jammer dan. Nee, je kan niemand wat verwijten. Nee. Echt niet. Nee. Nee. Jammer dat Pogba niet bereikt werd. Nee. Ja, en overigens, als je erop let, hij legt best veel balletjes nog goed terug. Ja. Maar hij is er niet zo heel veel kwijt. Dijkstra.
ook goed. Ja. Maar laten we als een bal stil ligt, Dijkstra er zover mogelijk vandaan houden. Toch? Ja, die corners vond ik echt heel irritant. Ja, als de bal rolt, prima, doe je best. Maar dit kan toch niet? Ja, dat het een keer misgaat en denk ik, oké, maar wat is er nou mis met, in plaats van zo'n hoge pisbal, gewoon strak. Kijk, als er dan geen hoofd tegenaan zit, dan ligt hij ook in de tribune aan de overkant. Maar dan kun je er tegenaan lopen. Dit waren van die ballen, die zie je heel hoog overzeilen en die komen bij de andere cornervlag. Ja, die gingen achter. Ja, nou goed. Zonde. Dat, met mijn traptechniek was dat nooit gebeurd. Nee. Maar we hebben gewoon niet gescoord, hè? Gewoon eigen doelpunt moesten we het van hebben. Ja, dat klopt. Ja, Breuer had volgens mij een opgelegde kopkans. Breuer, ja? Ja, volgens mij was Breuer weer die kopkans die... maar goed... Ja, ik kan er veel over houden. We zijn er klaar mee. Even overpakken. Oké. Nee, ik heb hem goed. Oh. Maar deze arm is wat sterker. Nee, die is nog niet gebruikt. Tenminste, niet voor mijn camera. Even bij Tienis. We zijn nog niet klaar inmiddels, want ik ben er echt helemaal zwaar klaar mee. Ja. Jij bent er klaar mee? Ja, ik ben er vandaag helemaal klaar mee, ja. Ik ben ook klaar. Zullen we bier gaan drinken? Ja. Waar? Zonder beter. Postelaar. Postelaar. Woord van de dag. Opgezochte woord van de dag. Dat is jammer gewoon. Dat is als je teleurgesteld bent. Oké, en dan ben je? Ja, ik vind het gewoon jammer. Ik had naar die Kuip gehuld. Dus daar ben ik teleurgesteld in. Niet over het spel, we hebben er alles aan gedaan. Vitesse was gewoon beter. Betere verdediging, betere aanval. Jammer. Gevochten en voorgestreden, dat wel. Ja, ik vind het compliment van Sparta. Ja, hè? Ze voelden goed. Enthousiast, vol energie. Echt een applaus voor Sparta, maar ja, ze hebben gewoon iets meer geluk gehad met Vitesse. Vond je het geluk, ja? Ja, ik vond het geluk. Oké. Ja. Ik zeg, we missen een beker en de beker. Ja. Maar een beker is ook wel handig geweest. Ja, ik snap hem. Ja, die was goed. Een beker hadden we ook goed kunnen hebben. Ja. Die hadden we heel goed kunnen hebben zelfs. Wat vond je van de scheidsrechter? Nou, die had wel wat slechte momentjes. Ja. Vond ik. Ja. En dat is dus een understatement. Ja. Nee, verschrikkelijk. Ik hoorde net dat het een pure hensbal was. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat zag ik ook nog wel. Ja, heb jij dat gezien? Ja. Oké. Die hensbal, dat wil ik nog wel even terugzien. Nou, die hoef ik niet terug te zien, want dat was gewoon klaar. Dat was een vangbal bijna. Nou, ja. Nou ja, daar wil ik wel een verklaring voor. Bestolen, lijkt mij. Ja, dat bedoel ik. Die Kuip had fantastisch geweest. Maar is niet zo. En die 1000 euro had ik ook graag willen hebben. Ja, ik ook. Jammer niet 1000 piek, maar ja, dat de rest gaat goed komen. Ja. Heel jammer. Ja. Wie vond je opvallend goed bij Sparta? Ja, ik vind, hadden we het net over, Van Drongelen. En Van Drongelen op de bek vind ik ook wel, is hij toch een stuk zekerder, heb ik het gevoel. Ja. Hij had een paar goede ballen weg. Kijk, daar komt wel. Toch met een grimlachje accepteer je bier, hè? Ja, en mijn korte rooibroek even bij. Mooi. Maar nee, we hebben toch gewoon alles aan gedaan wat we konden doen. Ja. En wat verwacht je tegen Feyenoord? Ja, ik ben er niet bij en dan gaat het meestal goed. Oh, mooi. Dus mooi. Dan, die gun ik jullie. Dankjewel. Cabral en Calero, ja? Die maken meters, jongen. Ja, die maken wel meters. Zo. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik vond het ook wel tactisch van Pastoor dat hij in één keer heel anders... Dumfries die stond gewoon op middenveld op een gegeven moment. Ja, bijna wel, ja. Ja. Nou, maken we het moois van. Gaan we doen. Ja, ik heb toch gewoon een leuke wedstrijd gezien. Ja, jij wel, hè? Ik wel, ja. Balen, jammer.